Ze gaat even op het balkon en ik moest eventjes mee om te kijken of het goed gaat. Maar wat gaat ze doen? Dat is voor mij de vraag. Ik denk dat ze gaat ontsnappen. Wat doe je? Oh, ik weet het al. Ze gaat stenen, gaat ze zoeken. Laat me raden. Ik denk dat ze die stenen gaat beschilderen. Nou ja, genoeg. Er liggen er hier genoeg. Ja, maar ik moet wel weer terugkomen. Ja, geef maar aan mij. En ik denk dat dit een activiteit voor op de camping gaat worden. Nou, dit is onze werkkleding. Zo zien jullie ons ook eens anders dan alleen maar vakantievierend. Er wordt ook gewoon nog gewerkt. Ja, nee, kijk wat ik hier heb. Ik zal mezelf ook even filmen in mijn werkkleding. Nou, dit was dus het plan van daarnet, van Nelly. Wij hebben de bewoners die gaan happy stones maken, zodat wij ze dan in de natuur kunnen verstoppen. En dit wordt waarschijnlijk een lieve heersbeestje. En deze stenen, die hebben nu de eerste laag. En ik weet nog niet wat dat gaat worden, maar dat is nog een verrassing. Er wordt in ieder geval druk gewerkt hier. Heel leuk. Pinksterweekend weer weg. Het is stormachtig weer. Maar ja, we zien het wel. Het wordt een Pinksterweekend skibbouwen. Wat doe je? Nou, ik ben even de gasfles aan het vastzetten. Voor als we gaan rijden. Oké. Okay. Ik zal een slot eraf halen. Draaien we hem op de trekhaak en als hij dan goed zit, dan moet dat groene, ja, deze klik moet hij geven. Dus hij zit nu goed. We gaan nog even checken. De auto komt omhoog, dus ja, dan zit hij goed. Dus die zit goed. Die met je het neuswiel. Onze vijfde vlog. Wij gaan dit Pinksterweekend naar de Olde Lucashoeve bij Lemel in de buurt. We zijn net gearriveerd op de camping en ik sta nu te wachten op Nelly, want die is even naar de receptie toe en waarschijnlijk krijgen we dan een plekje toegewezen en daar gaan wij de caravan neerzetten en dan hebben wij een lekker lang weekend. Ik rij me achteraan.
Ik kreeg net een gebaar dat ik mee moest komen. Dus ik denk dat deze mevrouw ons een plek gaat toewijzen. Ik ben benieuwd. Wij zijn een spelletje aan het doen, Skibbo. Zij wint. Nou, ik win niet, ik win nooit. Als ik samen een spelletje doe met Nelly, dan is zij altijd degene die wint. Maar ja, weet je, ik doe maar gewoon mee. Anders heeft zij ook geen tegenstander natuurlijk. Uh-huh. Nee, wij hebben deze week hebben we dit spelletje gedaan met de ouders van Nelly. Die hebben net ons uitgelegd en nu, we hadden het zelf ook thuis liggen, maar we deden dat nooit. En nu snappen we het eindelijk weer, dus wij dachten, wij nemen het mee naar de caravan. Wij gaan even naar de snackbar hier dichtbij. En Nelly moet eerst nog even naar de toilet. Dus ik dacht, die laten wij ook gelijk even zien. Oh, Nelly op het toilet? Nou ja, dat niet. Nee, ik dacht, dan is het, kunnen we gelijk even het sanitair gebouw laten zien. Nou, dat is niet heel ruim. Nou, hier zijn de wasmachines. Het afwasgedeelte. Hier zijn twee toiletten voor de dames. Dat is niet heel veel. Drie voor de heren. Die mevrouw die had net gezegd tegen Nelly dat ze weinig toiletten hier hebben. En dat ze eigenlijk altijd wel blij is als de camping niet helemaal vol staat. Vanwege de toiletten. Nou, op het moment staat hij niet heel vol. Er waren een aantal mensen die hebben afgebeld, vertelden ze. Vanwege het weer. Wat zit jij nou met je schoenen bezig? Ik was in de poep gestaan. Alweer. Hier heb je ook tiny houses, maar deze zijn wel erg tiny. We gaan even kijken. Daar heb je dus eigenlijk alleen een tafeltje, een tafel en een keuken, een stapelbed en een keukentje. Zo zie je beter. Nou, dit is ook echt alles wat je nodig hebt. Ja, het is groter dan onze caravan. Dit. Ja, dit is wel groter inderdaad. Eet smakelijk. Dankjewel. Nou, we zitten hier heerlijk. We hebben een kaasvlee met een kipcorn. We hebben hem even doormidden gemaakt. Ja, want de want er was geen pindasaus bij geleverd. Dus toen maar, zegt Nelly. Wat? Doe je nou chili saus? Nee, bij mijn kipcorn. Oh, maar dit met niks is niet lekker. Of tenminste, ik vind een kaasvlee met mayo niet lekker, dus ik eet hem zo. Nou, doei. Wij gaan eten. Ik had nooit geloofd dat er nog zo'n hoge berg in Nederland zou zijn. Volgens mij is dit de Lemelerberg. Nel? Nel zegt een andere berg. Maar ik kan niet meer praten. Maar wij hebben dus net patat gegeten. En toen dachten wij, wij gaan even een lekkere avondwandeling maken. Nou, deze was 3,5 kilometer, dus een mooie afstand. Maar het is best wel een zware wandeling. Veel hoogteverschil hier. Nel die loopt alleen maar voor mij. Daar loopt ze. Nel is altijd iets sneller dan mij. Overal in. Maar ook in wandelen. Maar ja, die heeft ook langere benen. We hebben deze wandeling eerder gestaakt.
Omdat de zonsondergang om hoe laat begint? 21:35. Lopen nu weer terug. Oh ja. Nou ja, we hebben de route ingekort. Mm-hmm. Omdat iemand van ons tweeën is bang om een boete te krijgen. Ja. Nou, dit was het weer voor vanavond. Wij gaan zo lekker naar bed. Dat je make-up doos. Mm-hmm. Wat moet ik erop zetten dan? Een smiley. Een smiley? Weet ik veel. Zo. Waar is dit voor? Ik vind het leuk. Oké, nou doen we ze nog wel. Nee, ik vind het wel een hele goede vraag. Als jullie weten wat dit betekent, mogen jullie het in de reacties hieronder zetten. Doe een gok, zou ik zeggen. Oké. Okay. Nou, dit kan inderdaad in de boeken. Daar gaat ze. Normaal moet ik dit altijd doen. Film je dit? Omdat het in de boeken kan. Dat is waar. Het is wel een hoogtepunt. Een unieke vertoning is het. Een unieke vertoning? Ja. Hm. Ik heb even de radio aangezet in het douchegebouw. Er staat een radiootje. Oké. Okay. Fijn. Nou, de zon is eindelijk terug. Hier staan wij dus. Hier staan ook nog wat mensen. Nou, hier stonden vanochtend ook twee caravans, maar die zijn inmiddels vertrokken. Daar heb je ook nog plekken. Daar staan campers. En hier heb je nog een veld. Nou, het is nu eindelijk mooi weer. En daar zijn we heel blij mee. Het is eindelijk droog. Wij hebben toch maar even een paraplu meegenomen. Want je weet het nooit. En we lopen nu richting de Lemelerberg. We gaan een route van 10 kilometer doen. Serie? Ja. We hebben de hele ochtend. We hebben in de caravan gezeten. Dus er mag nu ook wel wat gedaan worden. Jullie zijn vast wel benieuwd naar wat Nelly nu weer maakt. Wat maak je? Voilà. Kip fajita met paprika en rijst met een twist. Oké. Lekker. Ik ben gezellig aan het ontbijten met Ali. Zoals jullie zien, Ali is er niet. Nee, die staat daar. Die komt nooit meer terug. Mag ik een broodje ei? Nee, helaas. Uitverkocht. Oh. Deze twee zijn voor twee dames. Zijn de laatste. Oh, dat is jammer. Ik maak broodje kaas met ei. Ziet er wel heel lekker uit. Ja. Helaas. Dag mevrouw. Het gaat regenen. Ja, maakt niet uit. Ik ben afzagkap.
Alles gaat zo lekker naar buiten. Gaat top hier. Kijk. Dit zijn de douches. Heb je dat al gefilmd? Nee. Het is een soort... Zullen we het even noemen? Hoe noemen we dit? Nou, we zeggen er niks over. Nee. Nou, hier heb je ook nog een douche. Deze ziet er wel iets beter uit. Nou ja. Deze kleur komt... Dit komt weer in. Komt weer terug. Ja, dus, dat vinden mensen nu weer leuk. Maar wat ik eigenlijk even uit wilde leggen. Ja. Deze camping die werkt dus met muntjes. Ja, je kleed je dus hier uit. Ja, je gaat poedeltje naakt. Hier. Ja. Ja. En daar zijn twee kastjes. Daar kun je je muntje in gooien. Kijk, dat is hier. Twee. Ja. Dit is dus douche 1. Dit is douche 2. Dus het kijk, is even douche 1 en douche 2. Dus het is heel belangrijk dat je hem in de goeie gooit. Ja. Nou, ik stond gisteren in douche 1. Douche 1. Ja, daar ging mijn voorkeur naar uit. En je hebt dus 7 minuten warm water. Ik weet niet of er mensen zijn die in 7 minuten kunnen douchen, maar ik ben dat eigenlijk niet gewend. Maar oké, ik ben op de camping, dus ik pas me aan. Maar als die 7 minuten voorbij zijn en je staat daar nog naakt in de douche. En je hebt de shampoo, je hebt de shampoo in je haar nog. Je hebt het niet gehaald, dan moet je dus... Vanuit de douche naar dit kastje gooi je het volgende muntje in en dan krijg je weer 7 minuten. Ja. Maar gisteren was er dus ook een vrouw en die zei, waarom hangen ze dat kastje niet in de douche zelf? Ja. Ja, dat is een goede vraag. Dus die vrouw, die hebben wij even geholpen, toen zeiden wij, kleed je maar uit. Nee, we zeiden, kleed jij je maar uit in de douche. Dan doen wij jouw muntje erin. Dan heb je in ieder geval een halve minuut die je bespaart. Met heen en weer. Maar het is op zich is het wel netjes en schoon. Het is schoon. Ja hoor. Het is en, een beetje... Ik moet zeggen, sinds dat ik kampeer ben ik wel beter geworden in snel douchen. En dat is ook wel goed, want zo ben je ook bewust van het warme water wat je gebruikt. Het milieu. Ja. Hier heb je nog allemaal folders. Oh ja. Genoeg te doen. De bibliotheek is er ook. Genoeg te doen in de omgeving. Het puzzelboek. Maar we gaan nu even naar werk. Kom. Want volgens mij zou jij gaan afvallen. Het is tweede... Ik zag dat jij het heel goed deed. Ja, maar volgens mij zou jij gaan Maar ik weet niet, waarom staat dit hier en ben je daar? En het lijkt wel alsof je in een wietplantage bent. Zo. Alles is groen. Dit is trouwens onze vertrekdag. Dit is onze vertrekdag. Het is maandag. Het zal wel helemaal niet heet zijn, want ze kan helemaal niet tegen heet water. Warm water kan ze al niet tegen. Ja, het is tweede Pinksterdag en inderdaad de vertrekdag. Ja, we gaan vanmiddag weg. Het is nu 11:45. We maken er nog even een leuke middag van. Waarschijnlijk wordt het een skibbo middag. We zijn helemaal... Ik heb niet erg meegewerkt dit weekend. Maar ja, hè? Ja, we hebben wel droge periodes gehad, maar ook wel heel veel nattigheid. Wij gaan naar, het is heel mooi weer zoals jullie zien, nog steeds, ja, volop, het regent hier helemaal niet, nee hoor, het wegdek lijkt misschien nat, maar dat is het niet, maar wij gaan naar de Lemelerberg, kijk. Als jullie gezien hebben aan het begin van de vlog, hebben wij met de bewoners van het werk, hebben we Epi Stones gemaakt. Nou, hebben we natuurlijk ook beloofd dat we deze gaan verstoppen ergens. Dus dat gaan wij nu doen. Dit is een mooie plek. Ja. Dit is een hele mooie plek.
bij de... Hier ligt een naakte vrouw. In een modderpoel. In een modderpoel, inderdaad. En kijk, dan ga jij mij even filmen. En dan leg ik deze steen. Kijk. Lieveersbeestje. Oh, een paar billen. Zo, nou, dat is een mooie plek. Nou, daar dus. Ja. Deze vrouw heeft ook horens, kijk. Oh ja, ze heeft horens. Ja. Ze is erbij gaan liggen. Oh, je kan hem ook hier leggen. Oh ja, dat is ook een leuke plek. In de hand. Of wil je hem echt op haar bil? Nee, ik vind dit wel een leuke plek. Nou, ik hoop dat iemand er heel blij van wordt. Van deze Happy Stone. Ik vind het een mooie plek. Ik ook. Ja. Nou, wij zijn aan het opruimen. Ons weekend zit er weer op. Dus we gaan weer lekker naar huis toe. Dat is ook wel weer fijn natuurlijk, om lekker thuis te zijn. Nou, wij gaan er weer vandoor. De caravan zit achter de auto. Wij gaan nu lekker naar huis toe. En hierbij sluiten wij de vlog af. En we hopen dat jullie er de volgende keer weer bij zijn, want dan zijn we op natuurkampeerterrein 3 in Ermelo. Waarom gaat die auto vanzelf op slot? Weet ik niet. Oh. Doe ik hem weer open. Nou, de groetjes en bedankt voor het kijken. Doei doei! Doei!